In de aflevering van Samsung Game Crafters zagen we hoe de deelnemers een YouTube thumbnail hebben gemaakt voor Junken. En in deze video ga ik jou uitleggen welke basis jij nodig hebt om daar zelf mee aan de slag te gaan. Kijk, hoor je denken, zit deze gast nou weer heel serieus in een gesponsorde studio screenshots te maken? Maar ik zit hier niet zomaar screenshots te maken. Samsung heeft mij namelijk gevraagd of ik jullie wat wil leren. Een soort tutorials, maar dan met memes en Bruh Sound Effect 1 erin verwerkt. In deze serie neem ik jullie wekelijks mee in de wonderlijke creatieve wereld van dingen en spullen maken. En vandaag gaan we foto's maken in het echt en in videogames en gaan we ze photoshoppen tot YouTube thumbnails voor jouw video's. Ik ben Egbert en dit zijn de Samsung Kickstart Classes powered by Samsung. We hebben allemaal dit fenomeen wel eens gezien. Het iconische, ik ben een YouTuber en ik ben extreem geschrokken van wat er in mijn eigen video gebeurd is. Een kopie wat veel van jullie waarschijnlijk ook een keer getrokken hebben voor een thumbnail in de hoop om meer views te kunnen pakken. Maar tegenwoordig zijn thumbnails veel meer dan alleen een irritant kopie trekken. Er zijn zelfs artists die fulltime YouTube thumbnails maken, waar ze van dit soort foto's naar dit gaan. En dat doen ze met de kracht van de persoonlijke videocomputer. Waarschijnlijk zit je er nu op eentje te kijken. Maar hoe ga je van een saaie foto naar een coole thumbnail? En wat heeft dit met videogaming te maken? Bij het maken van een thumbnail komen verschillende principes samen. Je wil dat je eigen kopie erop staat, want mensen klikken graag op gezichten. Maar het onderwerp van je video moet er ook goed op staan. Een mooie trend tegenwoordig is de soort aanzichtkaarten die YouTubers nu maken als thumbnails. Met fel groen gras zo aan de onderkant en dan een veel te felle blauwe lucht aan de bovenkant. En dan super hoog contrast en zo. Beetje alsof je digitale snoepjes aan het verkopen bent. Je moet eens wat weten van fotografie en van photoshopping en van psychologie. Want je thumbnail moet opvallen, maar ook weer niet te veel. Want anders krijgen mensen het gevoel dat je ze clickbait. En er is altijd nog de optie om helemaal geen thumbnail te maken en gewoon te doen wat YouTube je aanbeveelt. Zeg maar gewoon die standaard thumbnail. Dat is wat veel muziekvideo's nu doen tegenwoordig. Laten we beginnen met het belangrijkste van de thumbnail. Dat iconische, irritante YouTuber-copy. En dat kan je in principe gewoon al schieten met je telefoon zelf. Zelfs in de selfie-stand als je zou willen. En als je dan echt een goed, iconisch YouTube-thumbnail-copy wil trekken, dan zet je iets aan op je computer waar je echt van schrikt. Zoals een geest of zo'n plaatje dat Discord eruit ligt door een storing. Oh, oh my god. Deze zijn perfect. Kijk, je kan natuurlijk andere foto's gebruiken of een screenshot uit je video. Het enige wat echt belangrijk is dat er een duidelijk gezicht te zien is. Want hier zit een slimme tactiek achter. Kijk maar naar deze plaatjes die ik net gemaakt heb. Kijk, waar gaan je ogen automatisch naartoe? Eerlijk zeggen. Waarschijnlijk gaan ze naar de gezichten in het plaatje. En zat je helemaal gemist dat ik hieronder dus 10 euro verstopt had. Die is voor mij. Daar ga ik lekker wat te eten van halen later. Heb ik zin in. Oké, nu we het kopie hebben, gaan we door naar het tweede gedeelte van de thumbnail. De rest van de thumbnail. En als je niks met gaming doet, kan je hier een foto van het onderwerp van je video zetten. Of met een hele hoop beeldspraak laten zien wat je ongeveer gaat doen in de video. En vandaag ligt onze focus op videogaming. Dus wij gaan aan onze thumbnail wat videogames toevoegen. Vroeger kon je gewoon op F12 drukken om een screenshot te maken. Maar tegenwoordig hebben de meeste videogames een fotomode. Waar je met een soort digitale camera kan spelen om mooie screenshots te maken. Voor onze thumbnail gaan we deze gebruiken. Dus hier daarom 3 tips voor het maken van award-winning foto's in de videogames. Net als in de echte wereld kun je ook digitaal spelen met de compositie. Zet mensen heel dichtbij om ze intimiderend te laten lijken. Of heel ver weg om het gevoel te geven dat ze heel klein en eenzaam zijn. Zet de camera laag voor een gevoel van kracht. Of hoog voor een gevoel van adelaar. Dit heet het adelaarsperspectief. Ik weet niet of dat ook is hoe een adelaar zich voelt, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat je plaatje altijd lekker uitkomt, kan je gebruik maken van deze lijntjes. Probeer je onderwerp, hetgeen wat je op de foto wilt zetten, altijd op één van deze lijnen te hebben. Het werkt ook in het echt. Kijk maar, wij doen het nu met deze camera. Kijk, deze staat hier. Deze staat nu ook op die lijntjes. Kijk, oh. Wauw. Met een camera kun je zelf bepalen hoeveel licht er op de sensor komt door het diafragma van de lens verder open of dicht te draaien. Dit heet de f-stop. Meer licht betekent een onscherpere achtergrond. En dit kan ook in videogames. Daar heet het depth of field of scherp. En hiermee kan je het beeld cinematisch laten lijken, wat een duur woord is, voordat het er professioneel uitziet. Ook kan je alles heel klein laten lijken. Kijk, dit is normaal. En nu is het heel klein. Wauw.
Als ik één ding zeker weet, is dat er nog nooit iemand gelukkig is geworden van regels en dingen moeten doen. Dus vergeet alles wat ik net heb verteld en onthoud dat foto's maken vooral leuk moet zijn. Wil je van die nostalgische flitsfoto's maken? Maak ze. Foto's waarbij iedereen met een soort fisheye lens heel dicht bij de camera staat? Doen. Houd deze tips in je achterhoofd, maar laat ze je vooral niet beperken. Tenzij je bij een winkel gaat werken waar ze pasfoto's verkopen, want dan moet je je absoluut wel aan deze regels houden. En als ik nog één keer een pasfoto krijg die er zo uitziet, dan ga ik schuimbekken. Oké, we hebben onze foto's, we hebben het irritante YouTuber-koppie. En er is er nu nog maar één stap over. Dit bij elkaar gooien in Photoshop. Nu kunnen we eindelijk onze video uploaden, nu we de thumbnail hebben. En weer maar 23 views. Oké. Ooit op een dag zullen mijn Starfield No Commentary Let's Plays You Won't Believe What Happens Next Part 41 video's bekeken worden. En zal iedereen zien wat voor genie ik ben. Tot die tijd staan hier onderaan de pagina de bestanden die jij kan downloaden om jouw eigen thumbnail te maken. Hopelijk pak jij er meer views mee dan ik. Dankjewel voor het kijken. Check verder op deze pagina voor de gedetailleerde instructies over hoe je zelf aan de slag kan gaan.